Hey Lil, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van Amandela. En deze week is het voor week nummer 9. En dat is van maandag 26 februari tot en met zondag 3 maart. Maar de kaart is goed om te kijken wat week 9 voor de Leeuw gaat brengen. Dan lijkt het Leeuw alsof je deze week voor jezelf een stukje tegen communicatie aanloopt. En ik heb het idee dat je voor jezelf echt wel helder hebt wat je nu wilt zeggen, waar je nu heen wil. Maar het kan vooral een stukje zijn dat je nog intern daar een beetje tegen aan het vechten bent. Het niet goed naar buiten kan brengen, het misschien niet goed naar buiten durft te brengen. Maar het is een stukje wat misschien wel kan zorgen voor een bepaald conflict bij jezelf. En ik heb het idee dat je eigenlijk voor jezelf heel helder hebt wat je nu eigenlijk wil of wat je nu misschien aan iemand wil vragen. Maar het lijkt een stukje te zijn wat je voor jezelf toch nog aan het onderzoeken bent hoe de juiste manier is om dingen te brengen. En ik heb het idee dat deze week sowieso een week is waar communicatie belangrijk is, waar berichten belangrijk zijn. Het kan zomaar zijn dat er iets verteld wordt waarbij je eigenlijk misschien nog wel enthousiaster wordt. Maar neem de tijd voor jezelf om heel goed te bevoelen wat je alvast naar buiten wil brengen en hoe je het naar buiten wil brengen. Vind je dat nu moeilijk? Schrijf het misschien op en laat het even rusten, want de ideeën die zijn er, de gevoelens die zijn er, alleen het stukje van hoe ga ik het brengen? Hoe ga ik het er misschien wel de ander vertellen? Dat lijkt een stukje te zijn waar je voor jezelf echt nog even over mag voelen hoe jij dat precies wilt gaan doen. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.